Hallo mensen, ik ben Max en vandaag met Totemax bij de allerlaatste aflevering van Hoe maak je seizoen 1 en vandaag de techniek van de golfer. Oké, laten we beginnen bij wat er allemaal onder het station zit. We hebben een paar signs, het is niet heel veel. Helemaal hier links hebben wij een statische train property setname Gold Rush sign. Waarom de setname? Nou, omdat we dus zeg maar, de beugels op een andere plek hebben. Waarom dat allemaal precies zo, zeg maar, zo in elkaar zit en waarom het zo werkt, dat kan je zien in de Speed of Sound video. Dat is de allereerste video van dit seizoen. Want dan kunnen we zeg maar een soort van remote control met de beugels doen. Want we hebben voor zo'n kleine trein, want de Gold Rush heeft namelijk een hele kleine trein. Hebben niet genoeg ruimte onder het station om al die signs voor de beugels en dergelijke toe te voegen. Want dan doet de helft het ze bijvoorbeeld niet. Dus wij doen het nu op een aparte plek. Daarnaast hebben wij een wireless redstone receiver met GR, Gold Rush natuurlijk, GR underscore start. Daarnaast hebben we een statische train station 3 sign. Waarom de 3? Nou, de Gold Rush begint eigenlijk al bij een voorwaartse lancering. Dus als ik er een 3 achter zet, dan gaat hij zeg maar mooi als een lancering wordt vertrokken. Als je er niks voor zet, dan gaat hij heel langzaam en dat is niet realistisch. Dan hebben we daarnaast hebben we een wireless western receiver met GR Lounge 3. Waarom de 3? Nou, dat is zeg maar de derde sign voor het hele lounge systeem gebeurentje. Dat laat ik zo meteen allemaal even zien. Maar deze zorgt dus voor, net als bij de Speed of Sound, dat hij niet stil komt te staan als hij weer achteruit gaat. Want dan gaat hij vooruit, dan achteruit en dan weer vooruit. Wat we hiernaast hebben is een hele simpele Train Property Max Speed signs in een soort van rijtje voor de lancering. Maar je ziet dus hier, hij begint bij 0,8 en gaat naar 0,5. Dat komt omdat we deze lancering alleen maar gebruiken als hij achteruit gaat. Zeg maar, daar staat een 0,4 sign en die gebruiken we voor alleen voor voorwaarts. Nou, die staat hier. Die staat hier. Dus die is altijd aan. En deze is altijd uit. Tenzij hij, moet ik even kijken, over deze command block zeg maar heen gaat. Dus over deze detector rail die deze command block activeert. Die zet RSC on GR Lounge 3 aan. Dus dan gaat deze 0,4 max speed sign uit. En dan gaan deze vier gaan aan. Dus dan als hij achteruit gaat, dan wordt hij dus tot een snelheid van 0,8 ticks gelanceerd. Dan, als we achteruit gaan, dan komt hij over deze detector rail die RSC of GR Lounge 2 uitzet. Nou, wat doet dat? Dat is deze redstone, of nou ja, deze wireless redstone receiver. Want op het moment dat je hem start, dan gaat deze aan. Waarom? Nou, als deze forward wordt gelanceerd en we hebben hier geen train station staan, dan gaat hij helemaal de baan door. Maar we moeten hem eerst tegenhouden dat hij achteruit gaat, zodat we dat kunnen doen. Dus we hebben hier dus een train station 3 sign. Ook geen uitroeptekentje, zodat we zetten het alleen maar werkt als de torch aanstaat. Deze gaat dus dan aan. Dus hij zet dus aan deze kant, zodat hij weer terug gaat. Dan hebben we hier dus die command block van net. Dan gaat hij achteruit. Deze gaan eraan. Hij wordt gelanceerd. Diezelfde sign zit dus ook hier, die GR Lounge 3, zodat hij, dus dat deze torch aangaat, waardoor de trein dus hier achteruit gaat. Dus hier stopt hij ook niet. Dan gaan we hier achteruit, zet hij hem hier weer uit voor als we zo meteen terug gaan. En dan gaan we zo door de dive loop heen naar boven en dan gaat hij dus een soort van seconde in de dive loop blijft hij ons erboven hangen. Schijnt een heel vet effect te zijn in de Gold Rush. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ben heel benieuwd. Dus hierboven hebben we een statische train station 4. 0 seconden wait time en dan left, die automatisch left gaat. Waarom je hier nou niet weer zo'n torch nodig hebt? Nou, als je vanaf de andere kant komt, stopt die niet. Maar ga je vanaf de, zeg maar, achteruit, dan stopt die wel. Dus dat is precies wat we willen hebben. En dan ook hier de 4 is echt het perfecte getal. Moet je zelf maar even kijken met de snelheid en, zeg maar, de snelheid waarop die weer aankomt. En waarop die weer gereleased moet worden, als het ware. In mijn geval was 4 het beste getal, dus heb ik daarvoor gekozen. En left, ja, omdat hij automatisch al naar left gaat, dus hebben we geen torch nodig. Dan gaat hij dus maar weer vooruit naar beneden, weer op zijn maximale snelheid, gaat hij hier langs. En dan, omdat deze uitstaat, gaat hij weer voorwaarts en dan gaat hij de hele baan door. In de baan gebeurt er verder niks, behalve op dit stukje, want hier staan 3 command blocks. De ene command block, die zet
goldrush_breaks aan. Ga ik zo meteen even laten zien. Deze zet GR Lounge 3 weer uit in het station. En deze zet GR Start weer uit het station. Want start bij de Gold Rush is, bij onze Gold Rush, is geen puls. Maar is een signaal dat altijd aanblijft totdat hij hier weer overheen gaat. Waarom? Omdat het een heel stuk makkelijker is om het zo te doen, zodat de trein zeg maar, er weer overheen gaat. Want als hij weer terug gaat, dan moet deze sign aanblijven en moet deze sign aanblijven, anders komt hij weer tot stil te staan. Dus nu zijn beide toortjes aan, waardoor de station sign gedeactiveerd wordt, waardoor hij niet tot stilstand komt en gewoon zeg maar, weer doorgaat. Als je het met de puls gaat doen, dan gaat deze weer uit en dan gaat hij dus stilstaan en gaat hij weer naar achter. Maar dat moeten we niet hebben. Dus dat is even iets om rekening mee te houden. Die Gold Rush Break sign die zit hieronder. Dat is namelijk bij het einde van de dive loop, dat laatste rechte stukje voor station. Dan hebben we gewoon een stuk of vijf. Ja, vijf max speed signs die de trein zeg maar gewoon vertragen. Dus dan gaan we van 0,6 en 0,5 naar 0,4, 0,3 en 0,2. En dan met 0,2 gaat hij door tot de station sign. Maar deze gaat dus alleen maar aan op het moment dat hij dus de hele baan heeft gehad. En als hij hier dan weer terugkomt. Dus vandaar, met deze command block zet hem dus automatisch aan. En dan gaat deze dus remmen. Dan hebben we aan, moet ik even zoeken, deze kant hebben we ook nog het een en ander systeem. We hebben hier een Gold Rush Start Wireless Redstone command. Deze zet dus Gold Rush Lounge 2 automatisch aan en zet Breaks automatisch uit. Waarom die Lounge 2 automatisch aanzet? Nou, dat is dus zodat we verder zetten dat hij weer hier achteruit gaat. En hier stopt. Dus automatisch als je hem start, gaat deze automatisch aan. En als hij dan weer over deze detectorrail gaat, zet hij hem automatisch weer uit. Dan hebben we hier dus de redstone command voor GR Lounge 3. En die zet hem zeg maar alleen maar om naar een wireless redstone transmitter. Heel veel meer dan dat, ja, doet het eigenlijk niet. Dan hebben we hierna dus de GR Start. Die doet precies hetzelfde. Waarom de repeater tussen staat, geen idee. Het is gewoon fancy. Nee, maar bijna alle andere systemen heeft de Start Redstone Command altijd een command block erboven die hem automatisch weer uitzet. Maar we willen hier geen puls van maken. We willen gewoon dat hij hem zeg maar aanhoudt. Dus hier heb ik hem dus niet. Hier ook weer een redstone command voor de poortjes. Zet hem automatisch aan en uit. Het is ook een toggle, dus hier ook geen command block boven. En hetzelfde geldt voor de beugels. En de beugels heeft dus hieronder om het allemaal uit te zetten. Hier dus ook weer wat we bij de Spiral Sound hebben gedaan. Niet train, maar train Gold Rush. En dat sterretje is dus een extra zekerheid, omdat die soms, als er meerdere treinen zijn, wat ik echt knap vind bij een achtbaan waar maar één trein kan, maar goed. Als er meerdere treinen zijn, dan gaat hij de extra 0 of 1 of 2, et cetera, gaat hij erachter plakken. Dus als je een sterretje doet, dan doet hij het zeg maar voor allemaal. Extra zekerheidje. En dan natuurlijk property player exit false en de block changer naar iron trapdoor. En hierboven, precies hetzelfde geval, maar dan player exit true en de block changer op 0. Zodat die trapdoor weer weggaat. Ook hier dus weer een toggle, want beugels moeten aan en weer uit. Hier ook hetzelfde weer voor de lounge. GR Lounge 2 is ook geen toggle. We hebben echt haast. Of nee, juist een toggle. We hebben hier geen pulses, zowat. Die hem hier een GR Lounge 2 aanzet. En die is natuurlijk weer voor dat stukje dat hij bij de voorwaartse lancering achteruit gaat. En dat is eigenlijk het systeem. Het enige wat we nog moeten doen, dat is even een ritje maken. Zodat we alles even kunnen laten zien. Dus we staan hier. En we gaan door RSC GR poortjes doen. We gaan de poortjes weer open. Poortjes gaan weer dicht. En dan doen we nu RSC GR_beugels. Gaan de beugels open. En weer dicht. Ook werken ze natuurlijk met signs. De plugin heet trouwens server signs voor degene die dat niet weten. En hoe je server sign commands toevoegt aan signs. Dat moet je eventjes video's van de vorige keer terugkijken. Uit mijn hoofd was dat de Python en de Condor waar ik dat heb uitgelegd. In ieder geval de Python. Daar leg ik even heel kort uit hoe dat moet. Dan heb je dus ook hier poortjes, beugels en voor het starten. Maar we gaan nog niet starten, moeten we nog eerst instappen. Dus ik zit erin, kan er ook niet meer uit. En dan gaan we RSC on GR start doen. En dan gaan we starten en dan worden we dus hier voorwaarts gelanceerd. Tot deze station sign die ons weer achteruit laat gaan.
worden we achteruit gelanceerd. Nog eens lekker een stuk sneller. En dan komen we hier in de dive loop terecht. Ik zie niks, er zit een minecart in me. En dan gaan we dus weer vooruit. En dan komen we in de twisted top hat. Mooi element. Dan gaan we diagonaal naar beneden. Dan komen we in de sting loop uit mijn hoofd. Echt Gaslauer, degene die de achtbaan heeft gemaakt, die is zo creatief geweest met het bedenken van namen. Dit noemen ze dan een camelback. Ja, dat is een algemene naam voor een element. Dan komen we hier in de, wat was het? Twisted overback turn of overback turn? Geen idee. En als laatste in de dive loop weer naar beneden. We komen natuurlijk hier weer niet stil te staan, want dat is ook niet de bedoeling. En we gaan weer naar beneden en we komen bij de remmen. En dat was de Gold Rush alweer. Dus dat is hoe het systeem hier werkt. We moeten alleen mijn beugels nog even openmaken, want ik wil er wel graag uit. En ja, dat is eigenlijk het systeem. Het is echt heel simpel. Je kan zelf het systeem natuurlijk allemaal extra dingetjes toevoegen. Wat betreft bloksystemen, zodat de poortjes en de beugels dicht moeten zijn voordat je de trein kan starten. Inrangeren en uitrangeren is niet echt nodig, want deze hele attractie heeft maar één trein. Het zal een beetje onveilig zijn als je hier twee treinen in gaat duwen, want dan, dan gebeuren ongelukken. Moeten we niet hebben. Dus verder, ja, dit systeem is best simpel en dat is eigenlijk deze video al. En dat is dus ook eigenlijk alweer de laatste aflevering van Hoe Maak Je Seizoen 1. Ik ga nog even uitleggen kort wat nou precies het idee is voor de komende tijd. Ik wil de komende tijd wat meer focus op andere content. Waarschijnlijk ook gaming content, maar ook meer pretpark content. Dus ik ga binnenkort naar Walibi België toe. Ik weet dus nog niet of ik daar in attracties kan filmen. Maar ik wil misschien wel ook weer een leuke compilatie gaan maken. Het is mijn allereerste keer dat ik daar ben. Dus dat is misschien ook wel leuk om van die reacties en alles te filmen. Lijkt me heel gaaf om te doen. Dus dan moet ik even contact opnemen met hun. Dus dat soort content kan je verwachten. Ik wil ook gaming livestreams gaan doen. Bijvoorbeeld dat we gaan livestreamen met bijvoorbeeld Mike en Daniel, om even wat te noemen. In CubeCraft, in Mindplex, in Hypixel, noem maar wat. En dat we dan met games gaan doen. En dan kunnen jullie bijvoorbeeld ook weer live meedoen. Dat we dan vertellen, joh, we zijn in deze lobby, we gaan deze game doen. Kunnen jullie meedoen? Lijkt me hartstikke tof om te doen. En dan komen we over, ja, ik weet nog niet precies wanneer. Maar over een tijdje komen we dan terug met Hoe Maak Je Seizoen 2. En dan gaan we het heel anders aanpakken. Ik ga nog steeds een hoop uitleggen over de baan, techniek en de bouw. Maar ik ga er iets leuks aan toevoegen, namelijk een contest. Waarschijnlijk worden het 10 of 12 afleveringen, waarvan 6 bouw, 5 of 6 bouw of 5 of 6, en 5 of 6 techniek. En dan bij elke verschillende achtbaan / attractie ga ik een schematic in de beschrijving zetten van de baan, de supports en waarschijnlijk ook het station. Maar daar moet ik nog even naar kijken. Maar in ieder geval de baan en de supports. En dan mogen jullie dus, van alle attracties die er zijn, mogen jullie een schematic downloaden. En die ga je dan zelf helemaal aankleden. Dat kan super realistisch zijn als in hoe die het echt is. Maar dat kan ook in een compleet ander thema zijn. Een compleet andere setting. En dan iets heel unieks van maken. Daar ben ik heel benieuwd naar. En dan kies ik aan het einde van Hoe Maak Je Seizoen 2, kies ik een groot winnaar uit. En misschien wint hij wel een prijs. Dat weten we niet. Dat gaan we dus zien. Maar dat is het idee van de komende tijd met nieuwe content. En dus ook Hoe Maak Je Seizoen 2. Dus als je heel veel zin hebt in Hoe Maak Je Seizoen 2, laat in ieder geval even een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer op mijn kanaal, want je wil het niet missen. Geloof me, je wil het niet missen. En dan wil ik jullie hartstikke hard bedanken voor in ieder geval een heel succesvol seizoen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.